Hallo iedereen en welkom bij aflevering 19 van Road to Eredivisie. En de tweede upload die is op zijn weg. Als we weer 100 likes halen, dan upload ik rond de 7 uur nog een video. Maar natuurlijk is vandaag Pasen, dus vrolijk Pasen iedereen. Ik hoop dat jullie allemaal lekker die chocolade-eitjes gaan zoeken. En als je het gevonden, dan heel veel plezier met eten van die chocolade. In ieder geval, dus later vandaag komt er nog een video indien deze video 100 likes krijgt. Dus ga aan het like geblazen zou ik zeggen. Ook wil ik nog iets zeggen, ik ben een nieuw kanaal gestart. En daarmee bedoel ik niet dat dit kanaal verwaarloosd gaat worden. Totaal niet, ik upload hier nog steeds gewoon 4 tot 5 video's in een week. Maar daarnaast heb ik nog een ander kanaal, Heze Rules, dat is samen met een vriend van mij, waarop wij allerlei soorten games gaan spelen. En we hebben een paar dingen opgenomen en het zijn echt al hilarische momenten uitgekomen. Maar dus als je wil abonneren, dan zal ik de link in de beschrijving achterlaten en dan ben ik heel benieuwd wat jullie van het kanaal vinden. En tenslotte, als je op zoek bent naar coins, dan check even de link in de beschrijving, fifacoinskopen.nl. Maar we gaan nu in onze eerste wedstrijd, we zijn al best wel ver op weg en ondertussen scoren wij hier de 3-1 na een KSI-techniek. Maar deze wedstrijd was best wel frustrerend, want natuurlijk is het heel irritant om in de sneeuw te spelen. Want natuurlijk, sneeuw was altijd fijn met kerst, maar op een voetbalwedstrijd en op een voetbalveld is het echt gewoon dramatisch, want de bal die gaat zo ver verder weg wanneer je een lange bal geeft, dus je kan eigenlijk gewoon bijna geen lange ballen geven. Want als ze niet direct aangenomen wordt, dan vliegen ze echt gewoon 100 meter verder. En daarom krijg je hier ook heel snel een comeback van mijn tegenstander, zodat hij op gelijke hoogte komt. Dus ik dacht eerst van wat gebeurt hier, want hij maakte daarna nog erger door hier de 3-4 te scoren. Dus ik dacht echt wat gebeurt er, ik ga van een 3-1 voorsprong gewoon naar een 3-4 achterstand. Gelukkig trekken we het wel nog terug naar de 4-4, want hier komt de Pai weer vrij. En de Pai die schiet hem hier heel prima in de linker onderhoek. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij die zou scoren, maar hij doet het alsnog, dus natuurlijk de geweldenaar van PSV, waarschijnlijk de enige goede PSV-speler op het moment die nog lekker in vorm blijft. En consistent is, maar in ieder geval, die scoort nog een goal, maar hij krijgt weer een goaltje terug. Ze gingen gewoon op en neer, de ene scoort een goal, de andere scoort een goal, de ene scoort een goal. Maar dit is toch wel weer een heel rare goal, kijk gewoon naar dit. Ja, Park heeft hem voor, en ik weet niet wat de keeper doet, maar hij duikt er gewoon onderdoor. En daarom scoort dus gewoon direct een KSI-techniek. Misschien een beetje smerig, want niet van later scoort hier onder de 6-5, waardoor ik op het nippertje gewoon alsnog gewoon de wedstrijd win. Dus dat op zich best wel grappig, maar alsnog, je kan natuurlijk gewoon een beetje FIFA Age noemen. Maar gelukkig was de Age deze keer wel in mijn voordeel en dat zal ik zeker nog nodig hebben voor de rest van deze serie. Want ik merk toch wel echt dat mijn tegenstanders steeds moeilijker worden. Natuurlijk no shit, want ik ga steeds in hogere divisies. Maar ik moet dus ook steeds meer moeite doen om te winnen. Dus nu zijn natuurlijk iedere 3 puntjes welkom. We gaan dus in onze tweede wedstrijd en we komen tegen deze speler. En hij had op zich best wel een decent team, een BBVA, dus een Spaans team. En die is natuurlijk altijd welkom, want eigenlijk het enige waar ik tegenop kom zijn Premier League teams en Bundesliga teams. Dus natuurlijk is dit een beetje welkom, maar we beginnen deze wedstrijd echt dramatisch. Ik snap niet wat ik daaraan doen was, maar die Griezmann die danst gewoon voorbij al mijn spelers en hij schiet hem daar gewoon heel prima erin. We komen hier wel weer op gelijke hoogte, want zoals je kan zien kopt Konglo hem hier recht in de voeten van Pelle. En Pelle die maakt zo'n kast natuurlijk gewoon af. Hij kan natuurlijk gewoon feilloos die ballen afmaken. En niet voor later krijgen we hier nog een aanval. De Pai die komt hier vrij naar mooi 1-2'tje. En je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren en Pelle die staat er dus op de goede plek om die bal erin te koppen. Maar die 2-1 viel pas in de 86e minuut, dus duurde echt lang voordat iemand het heft in handen nam en tot een voorsprong kwam. Maar niet voor later kon Pelle hier wederom vrij en schiet de 3-1 naar binnen, zodat uiteindelijk de wedstrijd beslist werd op een 3-1 overwinning. Dus aan nou en nood kwam hij nog aan 3 punten, wat best wel wenselijk was, want ik had natuurlijk al 2 keer gelijk gespeeld. Dus ik had geen zin om nog een keer gelijk te spelen, want dat is natuurlijk gewoon onnodig verspeelde punten. Dus natuurlijk waren wederom deze 3 punten gewoon helemaal welkom. Maar we gaan nu onze derde en laatste wedstrijd, maar niet voordat wij een aantal dingen gaan aanpassen. Want een aantal spelers waren moe en ik ben nu door al mijn squadfinders heen die ik altijd kreeg van mijn gratis pakjes. Dus ik moest echt gewoon allerlei spelers die ik normaal eigenlijk bijna nooit gebruik opstel. En ik stel deze spelers eigenlijk gewoon bijna nooit op, omdat ik ze minder fijn vind spelen dan de spelers die er normaal staan. Natuurlijk ging ik hier met een B-team in deze wedstrijd en dat voorspelde natuurlijk al dat ik het nog moeilijker ging krijgen dan dat ik het normaal al had. Maar ik had gewoon een paar spelers verwisseld en uiteindelijk moest ik ook de geweldenaar Pelle verwisselen met Mulenga. Want ik dacht van ja, ik kan kiezen tussen Finn Bogason of Mulenga en Mulenga die kon iets beter koppen. En aangezien ik best wel een kopper nodig heb gezien de strategie van de hogere divisies eigenlijk alleen maar voorzetten is, besloot ik om met Mulenga te gaan. En ik was benieuwd of deze verandering in strategie zijn vruchten af zou werpen. We komen dus tegen een volledig Galatasaray team en we beginnen best wel decent in deze wedstrijd. Want die komt altijd zo vrij, ik snap niet hoe hij het voor elkaar krijgt, want zoveel kracht heeft hij niet. Maar met zijn pace sprint hij voorbij de hele verdediging en schiet hem heel prima in de rechterhoek. In de 9e minuut al, dus ik was best wel blij dat ik al best wel vroeg op voorsprong kwam. Natuurlijk is dat best wel belangrijk, want dat verandert altijd de mindset van je tegenstander. Want als jij vroeg scoort, dan gaan ze al heel snel overhaast spelen en dan krijg je dus meer kansen. Hierdoor kreeg ik dus niet voor later ook dit spelen met Atsu, maar niet voor later geef ik echt gewoon mijn voorsprong best wel slecht weg. Want hij scoort hier de 2-1, wat best wel zonde was. En niet voor later krijgt hij hier gewoon weer een aanval met Amrabat. En Amrabat die geeft hem voor op Inan. Maar dit was dus een heel goed uitgespeelde goal. Uiteindelijk schiet hij hem er hier in een open doel, nadat hij mijn keeper gewoon helemaal wegspeelde. Dus het was best een prima goal van hem, die moest ik hem ook gewoon geven. En niet voor later geef ik het gewoon helemaal weg. Want hij scoort hier de 2-3 in de 6e minuut. En dat vond ik echt frustrerend, want op zich, ik had best wel puntjes kunnen pakken in deze wedstrijd. Maar na die 2-3 ging het helemaal de verkeerde kant op. Want hier maak ik een heel stomme verdedigende fout. En krijgt hij hier gewoon heel makkelijk de 2-4.
En uiteindelijk scoort hij Roda de 2-5. Dus dit was echt gewoon heel zonde. En dat was best wel onnodig. Maar uiteindelijk is dit dus het einde van de eerste aflevering. Dus ik hoop je hem leuk vonden. Nogmaals, de tweede video komt vandaag. Laat het nog als deze video 100 likes krijgt. Vergeet natuurlijk niet de video te liken. En je kan ook naar mijn tweede kanaal gaan als je dat wil zien. Die link zal ook in de beschrijving staan. En net als de link naar mijn Twitter en Instagram. Dus tot de volgende aflevering jongens. En dan tot de volgende keer. En zoals ze Brabant zeggen, houdoe en dan tot de volgende aflevering.